Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma, in Arnhem. En daar is neefje Jamil net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. Homohaat. Wie is er niet tegen? Homohaat is verwerpelijk, net als racisme in zijn algemeenheid verwerpelijk is. Op het moment dat je als persoon wordt veroordeeld op basis van geaardheid of van een bepaalde afkomst bent, ja, is dat gewoon heel simpel verwerpelijk. Kort samengevat en simpel. Stel, ik zou slachtoffer zijn van homohaat. Degene die mij dan wat aangedaan zou hebben, die zou je niet verdedigen. Als hij naar me toe zou komen, dan zou dat onverstandig zijn van hem. Gewoon zeggen van luister dan, dit is mijn zus, dus je gaat naar iemand anders toe. Je hebt 15.000, 16.000 advocaten in Nederland. Neem maar een van die anderen. Dus dat is dan voor jou de grens? Dat is een grens. Er zijn meerdere grenzen. Maar ja, maar dat is een grens. En dan zou je mij dan als slachtoffer bij willen staan? Als ik het zakelijk gezien zou kunnen doen en niet emotioneel erbij betrokken zou zijn, zou ik het doen. Maar ik weet op dit moment niet of ik dat zou kunnen. Ik weet het niet. Homohaat, een onderwerp dat me heel erg aan het hart gaat. Machteld en Gerald zijn advocaat van twee minderjarige jongens die samen met twee andere verdachten te boek staan als de homo-betonschaarmeppers van Arnhem. Jasper en Ronnie, twee homoseksuele jongens, zijn in de nacht van 2 april 2017 aangevallen op de Nelson Mandela-brug. Volgens eigen zeggen zijn ze met een betonschaar mishandeld vanwege hun geaardheid. Dat nieuws sloeg in als een bom. Ik hoor Ronnie opeens keihard schreeuwen, Jasper, Jasper, ze hebben mijn tanden eruit geslagen. Ja, nou, dan krijg je de schrik van je leven. We leven in 2017, dus verwacht je niet zo'n escalatie om homoseksualiteit. In Arnhem zijn vannacht twee mannen die hand in hand over straat liepen door een groep jongeren van Marokkaanse afkomst mishandeld. Het gevecht in Arnhem is wereldnieuws. Nederland was heel even te klein. Het NOS-journaal en vele andere media berichten dat twee homoseksuele jongens door 6 Marokkanen zouden zijn belaagd met een betonschaar. In de talkshow Pauw vertelt mijn jongere broer dat niet alle berichtgeving klopt. Gerald Roethoff zit hier aan tafel en u bent advocaat van één van de verdachten. Correct. Ja. Er is gezegd dat het een gezelschap was met een Marokkaanse achtergrond. Klopt dat? Het was een gezelschap wat eigenlijk paste in de huidige samenleving, gemengd. Eén jonge man met blond haar, blauwe ogen. Inderdaad, een Marokkaanse jongen, Turkse jongen. Gemengd gezelschap. Een gemengd gezelschap. Eén iemand had kennelijk, volgens het verhaal, een betonschaar bij zich. Ik heb alle aanwijzingen dat dat niet klopt en absoluut niet het geval geweest is. Mijn cliënt is heel erg open geweest. Hij is naar de politie toegestapt en heeft een bekentenis afgelegd. En hij zegt, ik ben de persoon die geslagen heeft. Hij heeft een gigantisch dikke hand. En dat is de hand waarmee hij inderdaad de meneer die we net op tv zagen, dat op het beeld zagen, geslagen heeft. Er zijn veel vragen die me bezighouden. Wat is nou het verhaal achter die betonschaar? En waarom wordt een groep jongens van Hollandse, Marokkaanse en Turkse komaf massaal weggezet als een groep Marokkaanse homomappers? Leidt dit niet juist tot segregatie en polarisatie? In mijn onderzoek naar waarheidsvinding wil ik weten wat er in het dossier staat. Staat er in het dossier dat de homo-jongens zijn uitgescholden voor vieze flikker? Laat me heel duidelijk zijn. Het OM heeft aangegeven dus dat zij mijn cliënt niet gaan vervolgen voor homohaat. Wanneer is er sprake van homohaat in jouw ogen? Ja, kijk, haat als je als groep wordt weggezet. Of als je als individu anders wordt behandeld. Op het moment dus dat je een bepaalde seksuele voorkeur hebt. Maar is er gescholden? Zijn ze uitgescholden voor vieze, vuile homo's? Nou, mijn cliënt zegt dat hij het niet gedaan heeft. In Amsterdam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen geweld tegen homo's. Hand in hand lopen. De oproep kwam na de mishandeling van een homostel in Arnhem afgelopen weekeinde.
De route liep door de Reguliersdwarsstraat, een bekende uitgaansstraat voor homo's, en naar het homo-monument aan de Keizersgracht. Heel Nederland stond op zijn kop. Wereldwijd was het in het nieuws. En nu zijn we nog ineens een jaar verder en schijnt er niks aan de hand te zijn. Hoe kan dat? Nee, kijk, ik zeg niet er is niks aan de hand. Ik zeg alleen dat wat er gesteld is over dat er sprake zal zijn van homohaat, dat niet kan kloppen. Ik zeg daarnaast ook, want je noemt het de betonschaarzaak, maar waarom wordt het op die manier zo benoemd? Omdat men ervan uitgaat dat er dan met een betonschaar zou zijn geslagen. En mijn standpunt is dat dat ook niet kan kloppen. Kan kloppen of klopt niet? Luister, ik ben er niet bij geweest. Hè? Dat is één. Maar als ik naar het dossier kijk, dan zijn er de tandafdrukken van de cliënt van Gerald. Die staan, of die stonden, letterlijk in de knokkels. Letterlijk. Dus met andere woorden, daar waar er wordt gezegd van nou, er zal wel een betonschaar gebruikt zijn, zeg ik, als ik naar het dossier kijk, dan denk ik dat we niet tot het oordeel zouden kunnen komen. Wat doe je 's nachts met een betonschaar bij je? Goed, dat is niet iets wat ik in mijn handtas zou meenemen. Nee. Maar de vraag is niet zozeer, waarom hadden ze die betonschaar bij zich? De vraag is dat op dat moment gebruikt? En daarvan zeg ik nee. Wat zegt de politie daarover? Nou, de politie heeft geen betonschaar gevonden. Omdat Jasper en Ronnie overal hun verhaal doen, vertelt Gerald op verzoek van de verdachte en familie wat er volgens hen gebeurd is. Mijn cliënt geeft aan dat er gereageerd is op het kijken. Er is op een gegeven moment heen en weer gesproken. De toon was niet fijn. En uiteindelijk is een van de heren, stand van mijn cliënten, naar hem toegekomen, vuist opgeheven en heeft gezegd, nou, ik kan je slaan. En uiteindelijk is mijn cliënt ook geslagen. Ik bedoel, mijn cliënt heeft gelukkig zijn tanden nog. Hij heeft wel zijn tandenloze lip. En uw cliënt heeft uiteindelijk zo hard teruggeslagen dat een van deze jongens dus 4 of 5 voortanden mist. En dat is triest en dat wordt zeker betreurd. Maar het slaan door mijn cliënt, uitgaande van zijn verhaal, is pas gebeurd nadat hij geslagen is, nadat hij op de grond geduwd is, nadat hij gezegd heeft niet doen, niet doen, niet doen. En toch weer hij aangevallen werd. Dat is zijn verhaal. Nog één vraag daarover. Uw cliënt zegt dus dat zij als eerste hebben geslagen. Eén van de twee heeft als eerste geslagen, inderdaad. Ja. Het klinkt opeens als een ander verhaal, hè, Ellie Lust, politieagent. Ja, maar het is ook goed dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan. En hoe dun de pannenkoek ook is, hij heeft altijd twee kanten. En Is dat een bestaande uitdrukking? Nee. Hoe dun de pannenkoek ook is. Hij heeft altijd twee kanten. En ja. De aangehouden verdachten die hebben recht op bijstand door een advocaat. Wat ik opvallend vond aan het gesprek bij Pauw aan tafel is dat mijn jongere broer Gerald een roze blouse aan had. Daar zie ik hem zelden of nooit in. Ik probeer altijd netjes gekleed te zijn. Het was een roze blouse waarbij dan de mouwen niet onder het pak uitstaken. Wat eigenlijk wel zou moeten. Het was mijn enige roze blouse met korte mouwen, maar ik wil een statement maken. Ik bedoel, ik kom daarop voor jongens die ervan verdacht worden een homokoppel in elkaar geslagen te hebben. Maar het wil niet zeggen dat ik mij niet kan identificeren met de LBGT-gemeenschap. Ik bedoel, en dat statement maken op een subtiele wijze. Ja, want je zit tegenover iemand vanuit van de LBTG-gemeenschap. Ja, dat weet ik, schat. Vanaf kleins af aan is me dat heel goed duidelijk geweest. Heel goed duidelijk geweest. Ik zelfs vrienden had, hè, die vonden wat voor lekkere wijven heeft je zus, Scott, je zus. Hoe doet ze dat? Dus dat weet ik, schat. Oh, dat zeiden die vrienden dat. En nog heel veel meer, maar dat is mannenpraat. Gaan we niet hier op het interview draaien. Waarvan akte? Terug op kantoor wil ik toch wat meer weten. Want waarom wordt er niet meer informatie vrijgegeven als er zulke dikke onderzoeksdossiers liggen? Want wat staat er dan in het dossier? Ja, ik ga nu geen passages uit het dossier voorlezen. Maar mag dat of mag dat niet? Is dat geheimhoudingsplicht die je hebt of mag je wel een passage uit het dossier voorlezen? Kijk, als advocaat heb ik inderdaad te maken met geheimhouding. Nou ja, je zou daarmee mogelijk je geheimhouding kunnen schenden. Dat hangt van diverse omstandigheden af. Kijk, als je dat met uitdrukkelijke toestemming van je cliënt doet, dan zou dat niet per se een probleem hoeven op te leveren. Maar ik ga nu niet passages uit het dossier voorlezen. Kijk, het is niet alleen richting de cliënt, maar het is ook nog richting het publiek. Kijk, nu heb je een dossier wat gevormd is. En je hebt meningen die gevormd zijn. En waardoor zijn ze gevormd? Doordat in het aller begin
er een Facebookbericht is geplaatst. Linksom of rechtsom zijn er in deze zaak alleen maar verliezers. Het OM is in deze echt de beslissende partij. En zij gaan niet vervolgen voor homohaat. Maar de minderjarige cliënten worden wel vervolgd voor mishandeling. Iemand zijn tanden uit zijn mond slaan is buitensporig gewelddadig gedrag. En dat is strafbaar. Opvallend genoeg voelt de 16-jarige cliënt van Machteld zich onveilig. Loop je nu gevaar? Ik denk dat het wel belangrijk is dat jullie voor je eigen veiligheid en voor alle zekerheid jullie social media account even sluiten. Oké, rustig aan. Dank je. Ik denk niet dat het de samenleving ten goede komt op het moment dat je mensen in de media al gaat veroordelen. Ik denk ten eerste, het is vreselijk stigmatiserend voor die persoon zelf. Maar nog belangrijker, het verhaal kan heel anders zijn. De situatie kan heel anders zijn. De omstandigheden kunnen heel anders zijn. Op het moment dat er voor alles en nog wat nu in de media wordt gegooid, wat voor eerlijk proces krijgen deze jongens? Ik als advocaat ga ervoor zorgen en ik heb wel vertrouwen en geloof in de rechtbank. Maar als de publieke opinie jou op die manier straks neersabelt en neerhaalt, het kan zo zijn dat er een heksenjacht ontstaat. Dat men gaat denken van, oh, we willen deze jongens gaan zoeken, we willen met ze in contact komen, we willen met ze spreken, van alles en nog wat. Het gaat om minderjarigen. Ik vind het zorgelijk. Niet alleen in Nederland is geweld tegen homo's een probleem. Ook in Suriname speelt dat. De Gay Pride is een hart onder de riem voor de LBGT-gemeenschap daar. Machteld en voormalig rechter Boris Dietrich wisselen met elkaar van gedachten over homoseksualiteit in Suriname en de betonschaarzaak in Nederland. Nou, laat ik allereerst zeggen dat die zaak enorme impact heeft gehad. Ja. En niet alleen in Nederland. Nee. In september heeft Human Rights Watch een grote bijeenkomst bij de Verenigde Naties georganiseerd. Toen werd er een fotomoment ingelast en toen werd er gezegd, we gaan allemaal hand in hand staan. Ja. Als solidariteit met wat er in Nederland is gebeurd. Uiteindelijk, politici in Nederland, die lezen ook de krant, die zien ook de tv. Die hebben het gevoel, we moeten wat. En die gaan dan commentaar leveren, zonder dat we eigenlijk precies weten wat de feiten zijn. Want dat is natuurlijk aan de rechter om te beoordelen. Maar we leven natuurlijk wel in een tijd dat alles meteen in het nieuws is. Soms heb je een frame van een zaak en iedereen gaat daarin mee. En als je uiteindelijk de zaak gaat bekijken als rechter, en dan zijn we misschien maanden verder, dan zou het best zo kunnen zijn dat sommige feiten wat anders liggen. Juist. Maar dat frame is dan zo sterk neergezet dat eigenlijk iedereen op een bepaalde manier naar die zaak kijkt. Overigens weet ik helemaal niet of dat in dit geval zo is, maar zo werken social media en politici die daarop reageren. Maar heeft een advocaat, vindt u ook toch een bepaalde functie als het gaat over informatievoorziening? Je hebt toch ook een bepaalde maatschappelijke functie en in dat kader wil je toch proberen het beeld wat er is, nou ja, op een andere manier naar voren te brengen. Nou ja, ik snap het dilemma natuurlijk heel erg goed. Precies. Als je uit de heigerigheid wil stappen van social media en iedereen die maar een mening heeft, is het toch wel belangrijk om in het achterhoofd te houden de plek waar het waar alles samenkomt en de feiten naast elkaar worden gelegd en geanalyseerd worden en mensen ondervraagd worden en getuigen ondervraagd worden, is in de rechtszaal. Millie vroeg zich af, Gerald, waarom deze zaak zo groot geworden is, de betonschaarzaak. En of er dan iets niet goed gegaan is. Dus ik vertel net aan Mildred van, nou kijk, er zijn twee aangevers gehoord door de rechtercommissaris. Degene die het Facebookbericht opgesteld heeft, dat is dus niet Ronnie, maar Jasper. En Jasper die was sowieso meters verderop en heeft niet kunnen zien wat er gebeurd is met Ronnie. En daarnaast is ook van belang dat Jasper, op het moment dat hij het Facebookbericht opstelde, niet van tevoren met zijn partner gesproken heeft hierover. Wat dan de inhoud zou moeten zijn. De basis is wel best groot geworden. Social media en de verspreiding van nepnieuws. Ja, en dat is een beetje het gevaar, hè? Het gevaar van social media, denk ik. Dat mensen te snel iets aannemen, zonder dat er dan van tevoren gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden. Is aan heel verwaard. Ja. In het voorjaar wordt duidelijk wat de definitieve straf is voor de vier minderjarige verdachten. Ook de politie zegt nu dat ze te snel conclusies hebben getrokken over homohaat. Zo werd een Facebook-post een media-hype die tot collectieve verontwaardiging leidde, zonder dat het echte verhaal bekend was.
Een voormalig publiek figuur voelt zich ook in zijn hemd gezet door mediaframing. Hij wordt verdacht van witwassen en belastingontduiking. Nou ja, goed, hij is dan oud-wethouder geweest van de VVD, die dan wordt verdacht van een fraudedelict. Dat is dan de framing die je dan ziet. Ja, maar om het even in perspectief te plaatsen, mijn cliënt is 18 jaar geleden wethouder geweest. Ja, en dat is dan wel iets wat mijn cliënt vader dan steekt. Dan denkt hij, ja jongens, gaan we nou daarover beginnen of gaan we het nou hebben puur over de zaak? En dat begrijp ik, want zo kunnen bepaalde dingen wel op een gegeven moment in een bepaald perspectief worden geplaatst. Maar is het dan framing dat dat in dit geval dan weer gebeurt? Want die meneer die was ooit wethouder van de VVD. Ooit. Ooit. Ah, en het woordje ooit wordt niet meegenomen? Nee. Nee. Okay. Daar gaat het om. Nou, ik weet niet in hoeverre mensen, zeg maar, die bijvoorbeeld de Telegraaf lezen of de Volkskrant, het woordje ooit in die zin op die manier meenemen. Als het publiek zeg maar het verschil niet kan maken en als het eigenlijk iets is van jaren toch sowieso geleden. Niet. Maar de nuance zeg maar, die mensen misschien vroeger hadden, die is nu toch totaal zoek. Nou, maar dan is het toch juist belangrijk om die nuance weer terug te brengen. Touché. De cliënt van Machteld heeft ervoor gekozen om niet bij de uitspraak aanwezig te zijn. De rechtbank heeft in het dossier geen bewijs aangetroffen waaruit blijkt dat verdachte enige betrokkenheid heeft gehad bij het opstellen en of indienen van de aangifte omzetbelasting. Hij wordt van deze feiten vrijgesproken. Dat geldt ook voor het derde feit, het witwassen van geldbedragen. Hij heeft dit feit ontkend en het dossier bevat onvoldoende aanwijzingen dat hij wist dat de geldbedragen die hij als salaris heeft ontvangen een criminele herkomst hadden. Dat was de beslissing van de rechtbank. U hebt 14 dagen om in hoger beroep te gaan. De toegestroomde pers wil na afloop van de zitting heel graag toelichting van Machteld. Ze zijn opgelucht. Vader is vrijgesproken voor alle duidelijkheid. Alle feiten waarvan hij werd verdacht. En dat was niet mals. Maar de rechtbank is heel duidelijk geweest en heeft gezegd vrijspraak voor alle feiten. Er is natuurlijk al een hele periode dat deze zaak speelt. De zaak speelt al 3,5 jaar. Het heeft heel veel energie gekost. Dus ik denk dat in eerste instantie de familie rust wilt. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Het werk gaat voor Machteld en Gerald bijna altijd door. En dat eist zo zijn tol. Ook in het weekend blijft de telefoon rinkelen. Dit omdat opgepakte verdachten bijstand nodig hebben tijdens politieverhoor. Voor mijn jongere broer en zus is sporten dé manier om fit te blijven en hun hoofd leeg te maken. Daarnaast is de concurrentie tussen advocaten onderling soms keihard. En dat veroorzaakt ook de nodige spanning. Veel cliënten vinden mij een interessante advocaat. En in Nederland heb je het systeem dat een advocaat toegewezen wordt. Dus als je aangehouden wordt, krijg je automatisch een advocaat. En dan zit iemand vast en wil je overstappen. En dat gebeurt heel erg veel. En er kwamen heel veel cliënten op die manier komen nog steeds mijn kant op. En dan zijn er een groot aantal collega's geweest die zich daarover beklaagd hebben. Dat ik dan op onoorbare wijze cliënten zou hebben gestolen van hun. Maar goed, ik kan er heel kort over zijn. Stelen van mensen bestaat niet. Dus als een cliënt op een gegeven moment zegt, ik stap over van de ene naar de andere advocaat, heeft niets te maken met het stelen van cliënten. Het heeft alles te maken met de communicatie tussen advocaat en cliënt. En het vertrouwen wat dan de cliënt in de advocaat heeft. Maar daarover hebben zich regelmatig mensen beklaagd bij de deken. Je vindt het triest, je vindt het jammer, maar aan de andere kant, glijd het van je af. 3, 2, 1, go. Stoot links, rechts, links, rechts. Harder, ja, harder. Kin hoog, hè, kin hoog. Pak, pak. Hard. En tempo, zo, ja. Lekker. Harder die linker. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Nou, goed gedaan. Ja, niet te ver naar achter, goed naast elkaar. Als zij alleen naar voor. Oké. Weinig beland, want jij staat nu niet met je voet naast elkaar. Ja, precies. Ja, goed. Ja. Je mag niet leunen op de tegenstander. Je mag vallen, maar je moet altijd opstaan. Maar ik denk dat het voor jou ook best wel in het begin vooral moeilijk is geweest. Toen je net in de rechtbank rondliep als jonge vrouw, dat het best wel af en toe moeilijk moet zijn geweest, denk ik. Of niet? Nou ja, weet je, je moet, het is een uitdaging. Ja, maar ik denk dat mensen eerder denken van nou, er komt een model binnenlopen dan dat je denkt, er komt een advocaat binnenlopen. Nou, of niet? Nee, echt niet. Kom op. Nee. Frank? Je ziet er goed uit, je ziet er jong uit en dat iemand denkt van misschien het standaardbeeld wat je hebt van een advocaat is een oude, grijze,
wijze man, bij wijze van spreken, doorleefde... Nou ja, kijk, en niet een jonge, wijze, flitsende vrouw, die nou weer een supergoeie advocaat is. Kijk, ja, een kleurtje, dat was een compliment. Ja, ja. Ik had het niet over je kleur, maar goed, maar er was iets met je kleur wat je wilde zeggen. Ja, nou ja, weet je wel, dat valt misschien wat meer op. Dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, uiteindelijk, het gaat erom wat jij ermee doet. Weet je, je kan je gaan aantrekken wat andere mensen denken of vinden, maar ja, dan ben je niet bezig met je werk. What doesn't kill you, makes you stronger. Bam. Op kantoor wacht Machtels cliënt, die door de rechter is vrijgesproken van witwas en belastingontduiking, een onplezierige boodschap. Na een slopend proces van 4 jaar lijkt het einde nu toch weer niet in zicht. We zijn van de zomer dus vrijgesproken. Wij dachten, we zijn er vanaf. Maar helaas, OM heeft gezegd, we gaan toch in beroep. Ja, wat vindt u er eigenlijk van? Als heel duidelijk door de rechtbank is aangegeven. Mm-hmm. Hier was geen sprake van opzettelijk handelen van witwas en belastingfraude, valsheid ingeschreven, et cetera. Jaren heeft u deze druk gevoeld. Ja. Dus eigenlijk dacht u van oké, ik ben nu klaar. Hè? OM vrijspraak. We hebben natuurlijk met elkaar besproken van er bestaat wel een mogelijkheid dat het OM in beroep gaat, dat was bekend, maar als dan vervolgens toch het beroep wordt ingesteld, dan is dat natuurlijk een klap. Want u heeft al behoorlijk wat klappen gehad. Nogal. Ja. Op het moment vanwege beslagleggingen die je hypotheek niet meer kunt betalen, dan gaan ze beslag leggen op gelden waarvan je zegt van nou, heb ik daar 40 jaar voor gewerkt. Ik denk dat ik dit gewoon, zolang ik nog leef, gewoon in een meedraag. Ja, dat zeg, dat vond je dan rauw op het dak. Mm-hmm. Kijk, een verdediging voer je samen, hè? Ja, precies. En het gaat om de samenwerking. En wat dat betreft denk ik alles eruit gehaald wat erin zit. Ja. En in hoger beroep gewoon keihard er tegenaan. Ja. En dan keihard vechten om het resultaat te bereiken waar u recht op heeft. Volgende week een zaak die heel Nederland in de ban houdt. Worden de politieagenten die Mietje en Drieke zijn nekklem gaven gestraft of niet? Wie moet hier nou eigenlijk worden beschermd? De samenleving of de verdachte politieagent? Justice must not only be done, it must also seem to be done. Dat kan alleen maar bij een zeer gedegen onderzoek.